Hallo jongens en welkom in de video van vandaag. Zoals je kan zien ben ik in de tent. Wij zijn op vakantie in Zuid-Limburg. En het is vandaag niet zo super lekker weer. Het is bewolkt en het waait heel hard. We hebben ook de luifel van onze tent is vannacht een beetje stuk gegaan. Dus dat gaan we even fixen vandaag. Maar vooral gaan we vandaag naar de kringloop. Super goed dagje om dat te gaan doen als het net wat minder goed weer is. En ja, ik ben heel benieuwd wat voor kringlopen Limburg hier in de omgeving allemaal heeft. Nou, ik ben niet specifiek op zoek naar iets. Ga gewoon lekker rondkijken wat er is. En wie weet vind ik nog mooie pareltjes. Dus ja, let's go! Vroeger thuis hadden. Echt nostalgie dit. Dit hadden we vroeger en dan heel af en toe, als we heel veel geluk hadden, mochten we hier een recept uit maken. Echt geweldig. Nou, wij zijn weer terug bij de tent jongens. Het spijt me als het soms een beetje herrie is, maar ja, aan die wind kan ik al even niks doen. Ik heb een paar leuke dingen gescoord, dus ik ga jullie nu even alles laten zien. We zijn bij 3 of 4 kringlopen geweest. 4, 3. We zijn bij Het Goed geweest in Sittard. En waar zijn we nou nog meer geweest? In welke plek? Broek? Hoensbroek. Hoensbroek. En 2 kringlopen in Hoensbroek zijn we geweest. En in Hoensbroek hebben we ook geluncht bij een heel leuk tentje, dat heet De Eetkamer. En er werken dan ook mensen met een verstandelijke beperking of het syndroom van Down of zo. En dat is, ik vind dat altijd zo gezellig, dat soort tentjes. Echt heel erg leuk. Dus dat is absoluut aan te raden als je in de buurt bent een keer. De spullen die ik heb gekocht. Ik heb in ieder geval 2 t-shirts, shirts-achtige dingen gekocht. Ik had namelijk eigenlijk een beetje te weinig kleren meegenomen op vakantie. En ik kwam deze 2 tegen. Die zijn ook gewoon echt heel leuk. Nou, het eerste is gewoon een groot gestreept zwart-wit t-shirt. Ja, prima. Leuk voor erbij. Ik hou wel van gestreepte shirts en ik heb er eigenlijk geen één meer. Dus dat is leuk. Die was €3,95. En dan heb ik nog een roze shirt gevonden. Dat is deze met een streep hiervoor. En dit leek me ook wel heel leuk om als ik straks weer thuis ben in een goede high-waisted jeans deze te dragen. Ik hou ook echt van roze en het is een super lekker zacht stofje. Dus dat is ook heel leuk. En die was ook €3,95. Nou, en dan heb ik nog een hele mooie trui gevonden. Deze is van het merk Vanilla. Ik heb daar al eerder ook wat van de kringloop gescoord. En ik heb een jurk daarvan die ik echt heel fijn vind. Het is ook een merk wat heel erg let op zijn duurzaamheid. Komt uit Nederland. En ja, dat is deze trui. Het is een zwarte trui. Het is wel een beetje moeilijk om zwart op camera te laten zien. Maar er zit een mooi wafelpatroontje op. En ja, nu lijkt hij een beetje grijs, maar hij is echt goed zwart. En aan de achterkant heeft hij knoopjes. Dus dat is ook een heel leuk detail. En die was €5,95. Echt een mooi shirtje straks voor de winter en de herfst en zo. Nou, dan hebben we nog 2 campinggerelateerde items gevonden. Allereerst wilde Jeroen graag een speciaal bierglas. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar hier liggen ook allemaal speciaal bierflesjes. Jeroen die vindt dat echt heel chill en op vakantie ja, doen we dat dan ook wat meer dan normaal, zeg maar. Dus een speciaal bierglas, dan kan hij hier zijn speciaal biertje uitdrinken. En dan brengen we die als we thuis zijn weer naar de kringloop of zo, want ik heb het thuis niet nodig. Nou ja, moeten we even kijken wat we daarmee gaan doen. En we hebben nog een boek gescoord. Het heet 98 redenen om te zijn. En het schijnt een hele ontroerende roman te zijn over een vrouw die een psychiatrische stoornis heeft. Nou ja, interessant om te lezen, denk ik.
Ja, en dat was het eigenlijk al. Ik heb helemaal niet per se heel veel gescoord, maar ik was ook niet echt specifiek ergens naar op zoek. Het is wel echt aan te raden dat als je op vakantie bent en je hebt een keer een slecht weerdag, om dan lekker te gaan kringlopen. Dat is echt heel leuk, helemaal op een andere plek. Ja, ik zie dat de belichting van deze video trouwens niet heel goed is op dit moment. Maar nou ja, dat is dan maar even zo. Nou, morgen ga ik in ieder geval ook nog even een dag vloggen. Dat lijkt me ook echt heel leuk, heel veel zin in. En die video komt aanstaande donderdag. Dus stay tuned daarvoor en abonneer als je het leuk vindt om dat te zien. Een dag in mijn vakantie. En ja, dan zie ik jullie in de volgende video. Bye!